Heer Edgar Mulder, PVV. Ja, voorzitter, want ik vind het jammer dat de minister de wetenschap lijkt te ontkennen. Maar als de podcast of wat het dan ook was niet als een bron ziet, even het volgende. Planbureau voor de Leefbaarheid, leefomgeving, niet mijn vrienden, zeg maar. Maar die hebben gesteld dat als je niet alleen alle boeren zou weghalen, maar ook alle industrie uit het gebied, alle huizen zou weghalen, alle mensen, alle dieren, dat we dan nog niet de door u gestelde normen halen. Hoe kan het dan dat dat haalbaar is, uw doelstelling? De minister. Voorzitter, 50% minder stikstofuitstoot is haalbaar. De heer Edgar Mulder. Als het planbureau stelt dat ook al zou je uit die gebieden alles en iedereen weghalen, alle auto's, alle wegen, alle huizen, alle mensen, alle dieren, alles, dat we dan nog niet die waarde halen. Hoe kan dat haalbaar zijn, voorzitter? Voorzitter, minister. Dit gaat over een... We hebben 74% van de gebieden onder de KDW en niet 100% van de gebieden. En het kan zo zijn dat er een aantal gebieden zijn waar dit niet haalbaar is. En daarvoor hebben we een ecologische autoriteit, juist om in die gebieden in te zoomen, om te kijken wat kan dan wel. En ik ben het er helemaal mee eens dat het niet haalbaar zou zijn als 100% van de gebieden in Nederland onder die kritische depositiewaarde moeten komen. Maar het is 74% gerelateerd aan 50% minder stikstofuitstoot. En dat betekent dat er altijd gebieden in Nederland kunnen zijn waar die KDW niet haalbaar is. En daar gaan we maatwerk leveren en daar gaan we kijken hoe zit dat nou precies. En daarvoor hebben we een onafhankelijke ecologische autoriteit die daar kan bepalen wat kan dan wel. Maar dan sturen we op doelen. En waar het mij om gaat is dat we ook met elkaar moeten kijken hoe gaan we die natuur nou echt herstellen en verbeteren. En dat is een opgave op zich en dat kunnen we helemaal loszien van de KDW. Want we hebben nog veel meer natuurdoelstellingen dan alleen die KDW. De heer Edgar Mulder. Dat kan allemaal zo zijn, maar nogmaals, de vrienden van de minister zeggen dat zelf in een technische briefing waar we allemaal bij aanwezig waren. En de reden dat die waarden overstegen worden, is omdat er ongeveer 30-40% van de stikstofuitstoot in Nederland uit het buitenland komt. Dus als u echt die normen wil halen, dan zult u ook 3 miljoen Duitsers moeten deporteren. En ik weet niet of ze dat daar zo leuk vinden. Wow. Nou, niet wow, dat heb ik al 3 keer tegen u gezegd. Dus voorzitter, ze moet geen spelletje spelen. Nou, gewoon eens antwoord geven. Nou. Dat is ook niet een hele prettige term, de minister. Wij deporteren hier geen boeren. Ik vind dit echt... ik vind het bizar. Ja, dit is precies de reden. 30... Ik zal... Ja, en ik blijf... Wacht. Laat ze dit soort rare dingen altijd doen. Exact deze discussie hebben we verschillende keren gedaan. Ik zeg niet dat je Duitsers moet deporteren. Maar als u stelt dat de waardes alleen gehaald kunnen worden als er ook geen stikstof meer uit het buitenland komt, dat betekent dat je in Duitsland ook alles en iedereen moet weghalen. En dat is natuurlijk totale gekheid. En als dat totale gekheid is, moet u dat niet als beleid vaststellen. Dan moet u gewoon zeggen, het is niet haalbaar. De minister. Voorzitter. Het is haalbaar om 74% van ons natuurareaal onder die KDW te krijgen. En ja, 30% van onze depositie komt uit het buitenland. En ja, we exporteren nog veel meer. En dit is precies de reden dat we samenwerken met Vlaanderen. Dat we samenwerken met Duitsland. Omdat Duitsland inmiddels ook bezig is met stikstof en natuurherstel. Dank u wel. Ik kijk heel even, mevrouw van der Plas, op hetzelfde punt, want anders dan laat ik wel de heer Omtzigt heel lang in de wacht staan. De heer Omtzigt, ja?